the panorama photos te nemen van de uitzicht. We zijn er dadelijk. Let goed op, rechts nu waar we nu doorrijden is de plek waar de vloed doorkwam van de breuk van de vulkaan tijdens de eruptie. En we zien hier twee heuvels, maar die waren aan elkaar, die zijn dus gewoon uit elkaar gebroken. Dus daardoor is die gleuf hier ontstaan, dat was hier niet, hè. Dat is gewoon doorbroken door de uitbarsting van de vulkaan. Dus we rijden werkelijk het hart van de Eyjafjallajökull in. Dus het is hier precies zoals het begin van het kanaal, dat als je goed kijkt, zo helemaal naar boven, de daar even oei, oei, oei. Ja, nu weer. Kijk achteruit, dan zie je het daar nog eens gebeuren. Zie je het eens gekeken, dan zie je het met een ander. Oh ja, zo ziet het hier. Dus, zoals we zeggen, don't try at home. Daar zie je die breuk, hè? Dus dat is allemaal ijs dat daarin zit, recht voor, hè? Dus daar is die door. Thank you.
Ja. Auto staan. Een duizend café, kinderen of hier bovenop de rest.